gereden op de president Kennedy-laan. Surveillanten Frits en Marcel zien een Honda-bestuurder die met andere zaken bezig is dan autorijden. Nou, hey, hij is aan het bellen. Kun je het rekenen? Dat was nummer 10. Nou, bellen en een gordel. Zeker dat hij er eentje kent. Deze bestuurder lijkt nogal ongedurig en schuift van baan naar baan. Marcel neemt ondertussen contact op met de centrale meldkamer om deze chauffeur even na te trekken. Dag Bianca, Marcel, Frits. En dan meldt zich de bestuurder van deze witte Hyundai Excel. We kennen elkaar, die stond er straks al meer te horen. Komt hij weer aan? Ja, daar hebben we de Honda-rijder weer die een idiote inhaalactie onderneemt. Zo. Wat doet hij dan? Aandacht vragen. Nou, die kan hij krijgen ook. En ondertussen hebben we nieuws uit de meldkamer. Aansprakelijkheid 15 februari 2009. Aansprakelijkheid. Ja? Dus het kan zijn dat dat nog niet bijgewerkt is. Oké. Rekening is in ieder geval niet bekend. Nee, maar dat is al meer dan een maand geleden dus. Ja. Rechts inhalen. Oké, even kijken hoe laat is het nou. 51. 14:51 alweer. Ik zie dat die één keer haken als bekend is. Ja. En daar hebben we de Hyundai-bestuurder weer die zijn maatje komt opzoeken. Als je nog een kenteken kunt doen zo. Ja, geen spijt. November Juliet, Hotel... Het gaat om een Hyundai Excel kleur wit. Ja. Zeker in de orde. APK, volwapen, 7 maart 2009. Oké, okay, weet ik even genoeg. Oké. Ja? Oké. Okay. Dankjewel, hè. Hoi. Graag gedaan. Nou, die horen bij elkaar, hè. Die ging op de ijsvloot al een keer naast elkaar staan. Zo. En dan stopt de Honda-rijder bij de plaatselijke snackbar. Marcel spreekt hem aan. Hallo, politie. Ja. Uw rijstijl, dat bevalt mij niet. Dat bevalt ons helemaal niet, nee. Ik denk dat je daar wel iets bij kan voorstellen. En vooral op een gegeven moment dat je in de rij staat voor rechtsaf. En dan helemaal via de stroken voor links, voor rechtdoor en dan toch weer naar rechts. En hier rechts inhalen. Gordel. Ziet er allemaal niet uit. Hey, we hebben er beelden van gemaakt, dus ik nodig je uit om dat even terug te kijken. Kom even bij een auto zitten. En dan hebben de vriendjes uit de snackbar lucht van de zaak gekregen. Ja, alles ziet goed uit. En die vinden het machtig mooi. Ja, ja, altijd gelukt. Ga nu maar zitten. Ik doe even de deur dicht, goed? Ik moet even je been binnenboord doen. Wat mijn collega die zal vast wel verteld hebben over het hoe en het waarom. Ja. We rijden vanaf het Velperbroekscircuit, zitten we achter je aan. Mm-hmm. Het begint met bellen. Dan heb je de telefoon links. Ja, bij de linkeroor. Het was gewoon even over laten gaan. Het was gewoon over, ja, maar het in de hand houden van de mobiele telefoon is niet toegestaan. Oh, ja. Hier zie je meteen dat je tijdens het rijden de gordel niet om hebt, want dat kun je daar heel mooi zien. Mm-hmm. Dus je draagt de gordel niet, je bent aan het bellen. Kijk, ik krijg een beetje het idee dat de openbare weg door jullie als een stukje speelterrein wordt gezien. Nou, dan gaan we zo de bocht door en dan besluit je eerst om rechts te gaan staan, dus dan ga ik er voorbij. En vervolgens vlieg je weer achterlangs en dan ga je naar uiterst links. En dan ga je weer dwars over naar rechts. Nu komt hij weer aan. Nou, wat er met hem is, is tot daar aan toe. Maar goed, die gaat net zo gek meedoen. Ja, maar kijken wat je doet. Je hoekt hem eromheen. Je geeft niet eens richting aan. Dus vervolgens moet het overige verkeer het maar doen met de handeling die jij verricht. Klopt. Ja. Nou ja, als je zegt dat het klopt, dan zeg ik van dat is asociaal. Hoezo? Nou, de rest moet alleen maar rekening houden met de rijcapriolen van jou. Nou, kom je eraan. Geen richting aangeven. Zag je het? Erachter, autootje, hier is de ruimte. Nou oké, dan maar rechts er voorbij. Mm-hmm. Nou, wat je hier wil. Ik zie het nut er ook niet van in, maar goed. Je schiet weer één auto op. Want dat is hetgeen wat er gebeurt. En je maatje vliegt er weer achteraan. Ja, wacht me daar, hij krijgt sowieso op kenteken een paar dingen, hè? Die ja. Okay. Kijk, meerdere malen geen richting aangeven. Maar ja, we zijn met jou bezig en we kunnen wat dat betreft geen twee dingen tegelijk, jammer genoeg. Is dat zo? Ja. Helaas. En volgens mij staat hij daar. Mm-hmm. Of niet? Ja. Ja. Heb je nou een beetje in de gaten wat de openbare weg doet? Of niet? Ik denk dat we bijna het rijbewijs kunnen invorderen. Als je dat sec bekijkt voor die manoeuvres die jij maakt. Je hebt het ding net. Hoeveel geld heeft je dat wel niet gekost? Ik ben een beginnend bestuurder. Maar ik weet zeker dat je het zo niet geleerd hebt. Had je nog vragen of opmerkingen? Alles is duidelijk. Alles is duidelijk. Mag ik jou eens wat vragen dan?
Wat vind je er zelf van? Dom. Oh, toch wel? Sowieso dom wat je doet op het garage. Ja. Ik heb geen andere opmerkingen. Want ik weet niet wat je voor de kost doet. Maar rechts inhalen is €150. Mobiel bellen is €150. Gordel is €90. Dus je bent al in, wat zal het zijn? 3 minuten, 5 minuten tijd? Nee, €390 bij kwijt. En dan hebben we het niet over alle keren dat je geen richting aangeeft. En wat mijn collega al zei, van je mag blij zijn dat het niet net even iets verder is gegaan. Want voor hetzelfde geld was je rijbewijs kwijt geweest. Kan die zijn papieren verpakken, Marcel? Voor de verzekering? Ja. Ja, dat is een goed plan. Ja? Kun je even uit de auto pakken? Ja, en hijs je broek anders even op, anders hangt hij bijna op je knieën. Hoewel de jongeman als onverzekerd te boek staat, blijkt hij toch over de vereiste verzekeringspapieren te beschikken. Hij is als verzekerd aangemeld. 18209 tot 11.09. Oké, ik heb een paar zaken voor je. In ieder geval je rijbewijs weer terug. Wees er zuinig op. Dat is best belangrijk en handig zo'n ding. 3 bekeuringen, 150 en 90 en... 150. 390. €390. Er komen een pak girootjes, die komen met een week of 3-4 bij je thuis. Als je het netjes betaalt, is het klaar. Dan heeft het verder geen gevolgen. En als je het aan je gedrag aanpast, dan kun je waarschijnlijk nog lang van je rijbewijs genieten. Oké. Okay. Nou, heren. Ja. Goed weekend verder. Zal dat wel lukken? Mooi. Nou, als je het over herrie hebt, hè? Hey, bedankt voor je medewerking. Deze jongeman kan weer terug naar zijn maatjes en mag van geluk spreken dat hij zijn rijbewijs mag behouden. Het valt te hopen dat hij iets van zijn bekeuringen leert, maar wij hebben het idee dat we deze bestuurder nog wel eens zullen tegenkomen.